Ja, hallo allemaal. Leuk dat je er weer bij bent. En vandaag heb ik weer een hele bijzondere gast. Ja, ik vind altijd hele bijzondere gasten leuk. Welkom, Nicolette. En Nicolette zal zich zo zelf even heel kort voorstellen. Zij is business coach en heeft een heleboel interessante dingen te melden. En nou ja, laten we daar maar mee beginnen, Nicolette. Dat jij even heel kort vertelt wie je bent en wat je doet. Ja, nou, dankjewel natuurlijk voor deze leuke uitnodiging. Nicolette Heinsbroek is mijn naam van de Inspiration Factory. Ik ben inderdaad business coach en ik werk vooral met coaches, adviseurs die een bedrijf van betekenis willen. En een bedrijf van betekenis, daar bedoel ik dan mee een betekenis voor hun klanten. Maar daar zit het bij mijn klanten meestal wel goed mee. Die coaches en adviseurs die zijn vaak begonnen vanuit: ik wil juist iets betekenen voor een ander. Bedrijven, organisaties of individuen laten ontwikkelen, groeien, op welke manier dan ook. Ja. Maar de betekenis voor hunzelf is soms wat verder te zoeken. Hè. Aan de ene kant kan het zijn dat ze het moeilijk vinden om klanten te vinden, hè, waardoor ze eigenlijk weinig betekenis hebben, omdat ze er, nou ja, eigenlijk maar heel weinig klanten mee helpen. Of dat lukt ze wel en dan ontbreekt de betekenis vaak in de lol die ze in hun bedrijf hebben. En dus die Ja, twee nou. dingen, een bedrijf kan betekenis hebben door, nou ja, dus inderdaad wat te betekenen voor je klanten, door er zelf gewoon een goed inkomen mee te verdienen, hè, waarmee jij je bedrijf nog weer op een hoger plan kunt krijgen, een leuk leven kunt hebben, je klanten nog beter kunt helpen, meer impact kunt hebben. En de betekenis in dat je er gewoon vooral veel plezier in hebt. Ja, nou, mooie missie. Dacht ik. Dat zeker. Net als bij iedereen wil ik eigenlijk graag nu verder gaan, hè? Want nou hebben we jou een beetje leren kennen. We komen nog veel meer over, nou ja, wat tools en techniek in jouw bedrijf betekenen. Ja. En eventuele worstelingen, of in ieder geval het pad wat je hebt doorlopen. Maar ik begin bij iedereen met drie stellingen, zo ook bij jou. En de eerste die komt hier. Je mag er even kort op reageren. Het hoeft niet alleen maar ja of nee te zijn. Tools en techniek zijn de backbone van een online onderneming. Nee, niet mee eens. Niet Nee, mee eens. nee. Wil je nog iets reageren of zeg je dat komt duidelijk? Ja, nou ja, heel kort is de backbone van een onderneming is in mijn optiek strategie en techniek volgt daaruit, is maar weer een middel. Ja. Helder. Online startende ondernemers hebben weinig tools nodig in de zin van tools en techniek. Ja. Ja, je kan met heel weinig beginnen. Kijk, nou, ben ik ook benieuwd naar. Tools en techniek moet je als online startende ondernemer direct zoveel mogelijk uitbesteden. Nee, hoeft niet. Hoeft niet. Nee, mag wel. Hoeft niet. Nou ja, dat is heel mooi. Dat is heel mooi. Deze stelling, of in ieder geval de reacties daarop, die gaan we verder bespreken. En waar Ja. ik wel benieuwd naar ben, is in hoeverre jij zelf jezelf beschouwt als online ondernemer, of misschien meer offline, en waar het element online in ieder geval in jouw bedrijf, nou, de kop opsteekt, zou ik wel willen zeggen. Ja. Ja, de grap was inderdaad toen jij mij hiervoor uitnodigde en de dingen in de voorbereiding voor de voorbereiding van het interview ook stuurde en het had over online ondernemen, ben ik daar natuurlijk over na gaan denken. En ik dacht al, ja, ben ik eigenlijk wel echt een online ondernemer? Zo voelt het voor mij eigenlijk niet. Terwijl ik me realiseer dat ik mijn bedrijf misschien toch wel voor 80% online run. Grappig, hè? Ja. En ik zou, nou, met hele kleine aanpassingen kan ik overal ter wereld werken. Dus in die zin, ja, ben ik toch wel een online ondernemer. Ja, dat valt toch wel onder in de categorie online, Ja, inderdaad. ja, 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 ja. En het offline zit gewoon in het contact met mijn klanten. Dat vind ik echt heel fijn om dat ook af en toe echt live te hebben. En ook één op één. Ja, ik hou echt wel van het live contact van publiek. Ja, dus daar zit dat stuk offline in, maar de rest is eigenlijk allemaal online. Ja. Ja, dat offline. Nee, wat ik me even afvroeg, dat
contact met jouw klanten, is dat, want persoonlijk en online sluiten elkaar ook niet uit, tenminste niet in mijn definitie. Hoe moet ik dat bij jou zien? Zie jij mensen echt altijd aan de keukentafel, om het zo maar te zeggen? Nee, ik doe een eerste contact, is eigenlijk altijd gewoon online. Hè? Dus hoe ik mijn klanten binnenhaal, is dan heb ik ze nog niet gezien. Ja, ooit is er wel eens iemand die dan zegt, ja, maar Nicolette, ik ga nu niet zomaar ja tegen jou zeggen. Ik wil je echt eerst even live ontmoeten. Ja. Nou, zeg, nou ja, dan kan je een kopje koffie komen drinken als ik toevallig in mijn kantoor in Bussum ben. Maar ik ga daar niet speciaal voor de deur uit. Ja, dat klinkt nu misschien heel cru, maar ik ben het... Nou ja, wel met jou eens. Dat je kunt inderdaad online ook heel goed persoonlijk contact hebben. Ik heb jou ook nog nooit live ontmoet. Ik heb nu ook het idee dat we gewoon een gesprek hebben aan de keukentafel. En dat krijg ik ook van mijn klanten terug die mij alleen maar online gezien hebben. Dus op deze manier. En ook zeggen, nou joh, ik heb het idee dat ik je al ken. Maar nou ja, ik ga wel met klanten meestal aan de start van een traject best wel de diepte in hè, op het gebied van hun business, hun bedrijf, hun marketing, hun sales. En dan vind ik het gewoon wel lekker om een ochtend of een middag echt gewoon bij elkaar te zitten. En met elkaar ja, toch nog wat meer aan de slag met papier, met tekenen, met ja, dan vind ik dat contact echt wel fijn. En vaak is ook na dat eerste live contact, zijn de sessies die ik daarna doe, ook online. Dus via Skype of via Zoom. Of, ja. Ja, precies. Dus er zit wel stiekem heel veel online in. Ja. Dat is ook niet erg, hè? Ik bedoel, waarom zouden we geen gebruik maken van deze tijd? Zeker, ja. Dat is geweldig. Ja, dat het allemaal word je ook niet blij. Ja. En met die sneeuw? Nee, ja, precies. Ja, want voor degenen die dit later kijken, we zitten nu midden in december en we hebben net veel sneeuw gehad. Ja, het wordt misschien niet vandaag of morgen uitgezonden, dat realiseer ik ook. Maar er liggen hier inderdaad nu nog dikke pakken. Ja, moet je zien. Nou ja, dan vind je het wel fijn, hè, thuis bij de kachel. Ja, heerlijk. Met je eigen kopje thee. En waar ik nog wel benieuwd naar was, is... hoe ben jij in dit vak gerold? Is dat toeval of deed je dat ook al in een vorig leven, zou ik bijna zeggen? Ja, nee, ik heb inderdaad wel echt, zo voelt wel echt als een vorig leven, ja. Ja. Nee, ik ben, mijn achtergrond is marketing en sales in het bedrijfsleven. Mijn allerleukste baan was ooit marketing en sales manager bij het Vrolijke Weekblad Donald Duck. Oh, nee, echt? Waarom heb je die baan aan de wil gegangen? Nou ja, dat was omdat er toch nog iets anders voor mij was weggelegd in het leven, zullen we maar zeggen. En dat altijd wel knaagde, wil ik gewoon voor dat soort grote organisaties blijven werken. Dus in 2003 ben ik uiteindelijk voor mezelf begonnen. Ik heb een sabbatical genomen en toen was eigenlijk al heel snel duidelijk dat ik als coach, als trainer aan de slag wilde, zelfstandig. Maar goed, dat is inmiddels dus... bijna 15 jaar geleden. Toen zag de wereld er nog heel anders uit. Toen waren er bijna nog geen zelfstandigen. Ik was echt wel toch een van de eerste zelfstandige dienstverleners. In ieder geval in mijn eigen netwerk. Nou, was dat toen een heel stoer besluit. En nu is het eigenlijk een soort gewoon goed. Heb je je eigen bedrijf of werk je nog voor een organisatie? Ja, ik heb mij gewoon in de loop van de jaren eigenlijk ontwikkeld naar business coach. En op een gegeven moment ik denk dat 2010 was zo'n beetje, dat al die puzzelstukjes zeg maar wel in elkaar vielen. Dat ik dacht van, ik vind coachen heel erg leuk. Ik vind ondernemen heel erg leuk. Ja. Marketing en sales heel erg leuk. Nou ja, bij elkaar opgeteld was het dus business coaching. En dat doe ik dus nog steeds, ja. Cool. Dat is al een hele tijd dan. Ja. Want 2010 is ook best al lang geleden. Zeker. Inmiddels. Zeker. Ja. En had je in het begin, dan denk ik 2010, maar misschien is het wel zo ver als 2003, had je toen ook al te maken met allerlei tools en techniek? Of was het... Nee. Viel dat wel mee? Nee, ik ben dus inderdaad in 2010 echt begonnen. Nou ja, nu dan achteraf gezien met het opbouwen van dit online bedrijf. Met het opbouwen van een mailinglijst. Nou, als eerste al met veel meer gewoon mijn eigen concept neerzetten. Dat is waar ik nu ook klanten mee help. Want daarvoor deed ik gewoon van alles en nog wat. En had ik gewoon opdrachtgevers.
Nou, waar ik trainingen voor gaf, waar ik interim opdrachten voor deed. En nou ja, daar mailde ik mee, hè. Dat deed ik natuurlijk wel online. En dat was voor sommige mensen ook al heel revolutionair. Ja, dus daar mailde ik mee, dus daar begon het al mee. En die trainingen en die interim opdrachten, dat was allemaal echt gewoon ja, live bij de klanten. Op ja, locatie. Dus reed ik ook gewoon nog het hele land door, inderdaad op locatie, door de file. Ja, dat was wel echt een andere, echt nog wel een hele andere tijd. Ja. Ja, precies. Ja, die ken ik ook nog inderdaad. En toen je tools, die slopen dus eigenlijk een beetje je bedrijf binnen. Vanaf 2010 gok ik zo, want toen was natuurlijk ook de technologie veel verder gevorderd. Nog niet te vergelijken met wat we nu allemaal hebben, maar... Ja. Kan je daar, weet je daar nog iets van? Kan je daar iets over vertellen? Hoe dat dan was? Wordt dat lastig? Bij mij is vooral de omslag gekomen in het feit dat ik mijn website als een marketingmachine ben gaan zien. Mijn website daarvoor was een soort brochure op internet. Waarvan mensen zeiden, oh, wat heb jij een mooie website. Er was een blogartikel over geschreven. En waarvan, maar waar ik helemaal totaal geen klanten door kreeg. Ja, er stond ook van alles en nog wat op. Hè. Dus ik had ook nog helemaal geen concept. Dus ik had ook überhaupt niet geweten waar ik een blogartikel over zou moeten schrijven. Of waar ik een nieuwsbrief over zou moeten beginnen. Of nou ja, wat voor soort weggever ik had moeten maken. Waardoor mensen zich überhaupt bij mij zouden kunnen aansluiten, zullen we maar zeggen. Dus die omslag is toen echt ontstaan. Ja, door een concept neer te zetten. Een website te bouwen die over dat ene onderwerp ging. Daar een weggever voor te maken, een e-mail marketing systeem eraan te hangen. En de grap was, ja, marketing was op zich voor mij niet nieuw. Maar deze manier van werken had ik natuurlijk voor die opdrachtgevers daarvoor nog nooit gedaan. Dus dat was wel, ja, voelde toch ook wel een beetje als het wiel uitvinden. Ja, en toen ging ik teleseminars geven. Het voelt een beetje als een soort stenen tijdperk nu, hè? Als je ziet hoe snel dat allemaal gegaan is. Ja. Ja, teleseminars geven. En dan konden mensen zich daarvoor aanmelden. En dan zat ik dus gewoon aan de telefoon. En al die andere mensen ook aan de telefoon. Te luisteren naar mijn verhaal. Het kan nog steeds. Voor de mensen die, door. Ja. Voor de mensen die webinars eng vinden. Even tussendoor. Teleseminars geven kan nog steeds. Ja, het kan nog steeds. Ja, ja. Ja, en zo is eigenlijk inderdaad het online ondernemen begonnen. En ik vond het natuurlijk gewoon wel echt te gek. Dat werkte. Hè? Dat het werkte A, door gewoon eerst die keuze voor dat ene ding te maken, voor dat ene concept te maken. Ja, want dat, als ik je even mag onderbreken, dat vind ik wel heel interessant dat je daar zegt. Hè? Van ja, ik had een website, dat was meer een brochure. En het was ook gewoon alles op één berg geveegd. Alles wat ik maar kon en wist, stond allemaal daar in dat ding. Het is niet zo dat dat bij iedereen nu anders is. Dus ik zie echt nog wel websites waarvan ik denk van... Oeh, dit is nog wel uit een andere tijd, mag ik niet zeggen. Want ze zijn natuurlijk van deze tijd. Maar die worden heel anders ingezet. Dus het feit dat je nu aangeeft van... Ja, je zet je website in als marketingmachientje, zeg maar. Dat is denk ik wel heel goed voor mensen om zich dat te realiseren. Dat je zo'n ding ook daarvoor moet gebruiken eigenlijk. En anders niet zo'n functie heeft. Dan kan je net de folder bij de... Nou ja, bij de... Wat is het? De supermarkt of zo neerzetten. Een kaartje ophangen. Ja, precies. Ja. Nee, dat klopt. Ja. En nogmaals, en dat begint voor mij wel dus bij... een goed concept op die website neerzetten. En daarom zei ik ook in het begin als antwoord op jouw eerste stelling... wat was het precies? Tools en techniek zijn de backbone of zo. En ik zeg, nee, dat is je concept, je strategie... datgene wat je doet, voor wie en waarom... dat is echt de backbone van je bedrijf. Daar, weet je, daar begint alles bij. En dan is techniek... Hè, of dan is het vervolgens in mijn optiek... eerst nog meer een systeem van hoe ga ik klanten vinden... En dat systeem staat ook nog los van techniek. Want dat kan bij wijze van spreken ook zijn. Ik ga elke week naar een netwerkbijeenkomst. Ja. En ik ga daar met zoveel mogelijk mensen praten. Die bel ik vervolgens in de week daarna. Bel ik elke dag één van de personen die ik daar ontmoet heb. En zo creëer ik mijn klantenkring. Dat is ook een systeem. Het is eerst een concept, dan is het een plan, een systeem en dan komt pas de techniek. En dan is het inderdaad heel goed om te kijken wat je dan nodig hebt. Ik schreef daar
heb bijvoorbeeld laatst ook een blogartikel over de zin en onzin van funnels. Omdat ik dan het idee in één keer krijg van iedereen moet een funnel. En dat een funnel dan verworden is tot een serie e-mails die je klaarzet in je e-mail marketing systeem om klanten binnen te halen. En dan word ik dan wordt het zo'n simpel dingetje. Dan wordt het lijkt het alsof het een soort van trucje is wat gewoon voor iedereen werkt. Dat is het eindstation. Ja, ja, ja. Nou ja, dat is wel grappig dat je dat zegt. Want natuurlijk zit ik aan de kant van de tools en techniek. Maar ik vind ook echt dat die je moeten ondersteunen. En als een tool of al is het je hele laptop, als dat ding je niet ondersteunt, doe hem alsjeblieft de deur uit. En ga inderdaad met pen en papier aan de slag als dat beter bij jou past. Ja, ja. Dan niet veel meer voorkomen, maar dat is inderdaad wel... Het voorkomt zoveel worstelingen. En als je op het moment dat je een beeld hebt van, nou ja, ik weet wat ik wil bereiken en ik weet wat ik wil uitstralen, dan is het ook zoveel makkelijker om de hands-on dingen te doen, maar wel om te kiezen van wat heb ik nou nodig en wat past bij mij. Net als eigenlijk met alle dingen in je bedrijf. Alleen je moet inderdaad wel, wat jij terecht aangeeft, beginnen bij wat je wil en hoe je het wil en wat bij jou past en waar je naartoe wil. En dan die techniek moet daar dus ondersteunend aan zijn. Ja, en het hangt een beetje af ook van, ja, wat vind jij leuk? Hè? Dus dat is misschien wel die derde stelling over, ja, moet je dat allemaal uitbesteden? Ja, ik weet het niet. Ik vind het leuk om met systemen te werken, daar een beetje mee te vreubelen. Vind het leuk om erachter te komen hoe dingen werken. Kan makkelijk dingen testen. Ik heb ook systemen redelijk snel door. Dus voor mij... zeker in het begin kostte mij dat gewoon geen moeite. Hè? Het inrichten van autorespond waar ik dan mee werk. De dingen achter mijn website. En mijn website heb ik wel gewoon door een professionele webdesigner laten maken. Ja. Maar het is toch heerlijk dat je gewoon daar nu van alles zelf aan kan doen. Dat je dat gewoon heel makkelijk zelf kan beheren. Dat je heel makkelijk inderdaad gewoon een nieuwsbrief kan opstellen en die meteen kan versturen. En niet ergens op iemand anders te hoeven wachten die dat maakt voor je of wat dan ook. Dus ik vond dat fijn. Ik heb ook klanten die blokkeren totaal als ze met zo'n systeem aan de slag moeten. Ja, dan zeg ik, zoek de eerste beste VA en laat dat doen. En dus dat hangt gewoon zo af van hoe je in elkaar zit en wat jij leuk vindt om te doen, waar je energie van krijgt. Ja, daar heb ik nog een vraag over. Want die klanten, hè, ik herken het, hè, er zijn zeker mensen die echt denken van... techniek, moeilijk kan ik niet, zeg maar. Even, nou chargeer ik een beetje. En dat is raar gezicht. Maar ik denk zelf toch ook wel, maar dat is misschien meer mijn eigen ding, dat het lastig, zo niet onmogelijk is om over te dragen aan iemand anders wat je wil als je geen idee hebt van wat er mogelijk is. Dus ik was wel benieuwd als je nou zegt van ja, als je van die klanten hebt die dat inderdaad meteen, nou ja, klinkt dan mij in de oren als over de schutting gooien, krijgen zij dan resultaten waar ze blij mee zijn uiteindelijk? Want ja, ook een VA kan natuurlijk geen gedachten lezen. Ja. Die doet ook een interpretatie. Dus daar ben ik dan wel benieuwd naar. Hoe gaat dat dan? Of heb je daar enig idee van? Ja, dat vind ik wel een lastige vraag om te beantwoorden. Wat ik zelf altijd wel een hele goede manier vind, wat sommige klanten voor mij ook doen, is dat ze bijvoorbeeld inderdaad dan samen met een webdesigner aan hun website gaan bouwen. Weet je, zijn nu ook aanbieders die dat bijvoorbeeld doen. Ja, dat klopt. Of die dan samen met een VA gaan zitten. Omdat ik denk, maar dat is ook vanuit hoe ik in elkaar zit, ik vind het fijn om het zelf te snappen, om het zelf te kunnen. Ik zou niet helemaal afhankelijk willen zijn van iemand anders die dingen voor mij beheert. En dat als dat inderdaad niet werkt, uit de lucht vliegt, of die VA wordt ziek of wat dan ook, dat ik niks kan. Dat zou mij een slecht gevoel geven. Ja, dus ik zou wel altijd adviseren om te weten waar het over gaat. En nou ja, misschien dan inderdaad zeggen, oké, ik huur wel een VA die het voor mij gaat doen, maar ik ga wel een dag met haar samen zitten om gewoon even door al die systemen te lopen. En misschien soms ook te kijken, ja, hoe simpel het eigenlijk is. Ja. Ja, dat kan ook een soort hiccup zijn die totaal niet nodig is. Nee, en zeker tegenwoordig niet meer. Hè? Dus natuurlijk zijn er best wel dingen die complex zijn, maar ze zijn ook zo complex als je ze zelf maakt over het algemeen. Ja. Ja. En als je meteen in de Rolls Royce wil stappen,
dan heb je een andere beleving. En die kan soms wel wat overweldigend zijn dan wanneer je gewoon op de fiets stapt en iets eenvoudigs pakt, zeg maar. Precies, dus, ja, daar zit natuurlijk ook nog een verschil in van wat wil je en waar begin je mee? Ja, ja. Maar goed, ik hoor jou alleen maar pragmatisme wat dat betreft uitstralen. dus ja, dat is misschien wel een hele fijne boodschap voor mensen. Het hoeft niet allemaal de Rolls Royce te zijn. Hè? Ten eerste is dat qua kosten heel prettig. En ten tweede is vaak de functionaliteit dan zo uitgebreid. Doe, kijk maar naar Word. Wat zit daar nou allemaal in? Als je goed gaat kijken, zit daar zo ongelooflijk veel in. En ik denk niet dat veel mensen al die functionaliteit gebruiken. Misschien gebruikt de gemiddelde gebruiker 10-20% van wat er in Word kan, bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. Terwijl het ook aan de andere kant zo is, je hebt er daar geen last van. Hè? Dus dat, je kan ook zeggen, als je een tool kiest, wees misschien wel een beetje voorbereid op de toekomst. Ja. Als je bijvoorbeeld hebt over een e-mail marketing systeem, je wilt niet elke keer opnieuw overstappen omdat een bepaald systeem niet meer voldoet. Hè? Dus als je voorbereid bent op de toekomst, er zitten nog allerlei functionaliteiten in die je niet gebruikt, maar je hebt er geen last van. Hè? Ze hinderen je niet, omdat het eerste wat je ermee wil doen gewoon makkelijk te doen is. Prima. Ja, dat klopt ook. Je kunt, maar goed, je kunt maar zo ver vooruit kijken, want je weet nooit waar je zelf naartoe gaat. Tenminste, dat vind ik of dat denk ik. Ja. Ja. Dus in die zin, je hebt voor elke level een devil, zo heb je ook voor elk level een tool, denk ik. Ja. Waarmee je wel een stapje kan maken. Dus het moet niet zo zijn dat je jezelf helemaal vastzet. Daar heb je helemaal gelijk in. Begrijp ik het goed dat jij eigenlijk niet zoveel uitdagingen hebt ervaren op het gebied van tools en techniek? Nou, toch wel. Wil je er eentje met ons delen? Even denken. Heb ik echt uitdagingen ervaren? Nou, nee. Eigenlijk niet echt. Nee. 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 Ik heb elke keer gewoon wel gekeken van stapje bij beetje. Oké, wat heb ik nodig? Wat heb ik nodig? Ja, en daar ben ik gewoon mee gaan werken. En eigenlijk gebruik ik nu ook nog steeds, denk ik, maar heel weinig. Daar was ik benieuwd naar, inderdaad. Ja. Want ik hoorde jou zeggen. Het is heel eenvoudig. Nou, wat heb ik dan inderdaad? Mijn website, e-mail marketing systeem, Outrespond gebruik ik dan. Om filmpjes te editen gebruik ik Screenflow, ook heel simpel. Dan gebruik ik TimeTrade om afspraken met mijn klanten in te plannen. In jouw geval wel heel praktisch, denk ik. In mijn geval heel praktisch. Nou, dat is het. Cool, toch? Ja. En waarschijnlijk maak je nog images in iets en heb je zo links en rechts nog wel wat kleine dingetjes. Ja, Canva gebruik ik. Ja, nou ja. Maar ja, Canva is tegenwoordig bijna Word. Dat heb je gewoon. Ja, dat zou ik niet. En ja, is dat dan een tool? Nou ja, dat doet het. Dat is misschien een soort definitiekwestie. Maar, In mijn definitie wel. Maar je kan er natuurlijk heel veel meer mee dan alleen maar een image bewerken. Je kan er images in ontwerpen als je wil. Je kan er hele series inmiddels in maken. Ja. Je kan hele werkboeken in maken of e-boeken als je die niet textueel maakt. Dus ik vind het van wel, maar dat is mijn definitie. Ja, daar kunnen we inderdaad. Als je het zo ziet, dan gebruik ik dat ook nog. Ja. Ik spiek even naar mijn lijstje en dan moet ik even zo doen, sorry. Anders kan ik het echt niet meer lezen. Want ik werd net getriggerd, toen hadden we het over die uitdagingen. Toen werd ik door iets getriggerd en ik kan het toch niet meer terughalen. Nou, dat komt dadelijk wel weer. Jij zegt van nou, tools en techniek, hè, dat bleek ook uit die stelling, is niet de backbone van je bedrijf, dat snap ik. Als ik nou zou zeggen, en ik zou bij jou komen zeggen van ja, ik wil echt helemaal zonder tools, techniek, een bedrijf opzetten. Ja, kan ook. Leuke uitdaging. Dat is wel een leuke toevoeging. Ja, nou, ik hou altijd wel. Ik ben altijd een beetje tegen draad. Als iedereen links gaat, dan zou ik het liefst rechts willen. Het zou, weet je, ik denk dat het zonde, even, ik denk dat het zonde is als je alle mogelijkheden die er zijn, dat je die niet benut.
Maar ik denk dat we ze ook niet moeten overschatten. Als je kijkt naar de manier waarop je klanten kan binnenhalen, de manier waarop je omzet kan realiseren, zeg ik meestal tegen mijn klanten, zorg nou gewoon eerst dat je offline 1 klant binnenhaalt. Als je dat al kan, en even, als ik dan over mijn klanten heb, zijn dat al die dienstverleners. Hè? Ik denk, als je het hebt over mensen die natuurlijk een webshop, een webwinkel hebben, is het wel echt een heel ander verhaal. Hè? Dus mijn perspectief zit natuurlijk wel heel erg in die online dienstverleners. Maar die zijn er heel veel. Dus, die zijn er heel veel. Hè? Dus als je zegt van oké, ik ga gewoon een webwinkel beginnen en ik ga... wat ga je verkopen? Paraplu's. Hangmatten. Hangmatten, wat je maar wil. Barbecues. Dan is het misschien een ander verhaal. Maar als je het over die dienstverleners hebt, dan denk ik... Nou, ga het gewoon maar eerst proberen een keer online of offline te verkopen. En als je merkt dat je offline een succes hebt, dan kun je er online nog veel meer van maken. Ja. Het succes zit hem niet per se in die techniek of in online heel erg zichtbaar zijn. Misschien in die end wel, misschien daarna wel, om die doorstart zeg maar te maken. Maar het kan ook heel goed offline. Ja, hoor ik jou dan zeggen dat je in feite het opschalen online kan doen, maar dat je het eigenlijk je fundament bouwen... niet per se moet, maar in ieder geval prima offline kan doen. Kan hartstikke goed offline, ja. Maar je leverage kan je wel makkelijker halen. Kijk, uiteindelijk houd je wat we al zei, hè, in de file staan. Ja, dan kan je niet zoveel anders. Tuurlijk, en dat is natuurlijk de magie van het internet, zal ik het maar noemen. Het is niet zo'n woord wat ik altijd gebruik, maar ik denk, dat is het wel. Hè, je kunt nu... een tijdje geleden werd er ook een artikel, volgens mij door Martijn Aslander of zo, over geschreven over dat je nu in deze tijd een bedrijf kunt runnen in je eentje, waar je misschien 20 jaar geleden 15 man personeel voor nodig had. Ja, hoe gaaf is dat? Hè? Dus ja. Ik zou zeker zeggen, maak gebruik van alle mogelijkheden online die er zijn. Maar sta je er ook niet op blind? Nee, nou dat is wel ik denk voor heel veel mensen misschien wel juist een verademing. Dat ze denken, ja ik hoef dus niet meteen. Of ik hoef niet meteen helemaal uit te pakken met al die tools waarvan ik hoofdpijn krijg. Want wat jij net ook al beschrijft, er zijn gewoon mensen die echt denken van, oh help. En ja. Het is natuurlijk ook heel erg veel, hè. Want ik weet niet, zijn jouw klanten met name startende ondernemers? Of heb jij ook veel mensen die al een tijd bezig zijn en... vastlopen of juist willen groeien of versnellen? Ja, de meeste zijn ervaren ondernemers die inderdaad weer op een punt terechtkomen waarvan ze zeggen van hey, het loopt niet meer helemaal lekker, of het stagneert, of ik ben er zelf niet meer helemaal happy mee, ik wil het gewoon toch op een andere manier inrichten. Maar zijn inderdaad ook hier en daar wel starters die echt gewoon nog alles vanaf het begin af aan moeten opbouwen. Ja. Ja, die hebben dan wel helemaal een uitdaging, hè? Want als je kijkt naar jouw eigen pad, je bent natuurlijk vanaf 2010, denk ik, als je begonnen bent, ben je een beetje in dat online gegroeid. En er kwam steeds meer bij en er werd steeds meer mogelijk. En het ene is wel iets voor je en het andere is niet iets voor je. Maar als je nu kijkt, als mensen nu van scratch af aan beginnen, zeg maar. Je bent, psycholoog en je wil een eigen praktijk en je wil ook online dingen gaan doen. Dan is er zoveel waar je... Ik kan me voorstellen dat je dan denkt van, wow, ik wil alleen maar mensen helpen. Laat het aan mij voorbij gaan. Maar ja, als je een bedrijf wil zijn, kan dat niet helemaal meer, denk ik. Als je tenminste een beetje wil groeien. Ja. Dus ik kan me wel voorstellen dat het voor mensen een geruststellende gedachte is. Dat ze denken van, oh wacht even, ik kan gewoon stapje voor stapje. Zeker, dat zou ik ook echt adviseren om het stapje voor stapje te doen. Kijk, tenzij jij echt zegt, ik wil gewoon een online bedrijf. He, dus het is ook weer... kom ik weer met mijn nuancering. Daarom vind ik altijd inderdaad moeilijk om zo op stellingen te beantwoorden. Maar volgens mij heb ik het toch wel goed gedaan. Ja. Als jij zegt, ik wil gewoon heel graag een online bedrijf beginnen. Want ik zie dat mij mogelijkheden geeft om, weet ik, vol tijd en plaats onafhankelijk te werken. Of ik zie dat mij veel meer mogelijkheden geeft om de hele wereld te bereiken. En ik voel dat ik dat te doen heb. Ga er dan voor en kijk dan wat je allemaal nodig hebt om zo snel mogelijk echt dat online bedrijf uit de grond te stampen. Maar als dat niet is wat je wil,
Ze zegt, ja, inderdaad, zo'n psycholoog die zegt, ja, laat mij maar gewoon lekker die mensen helpen. Ja, maak dan gewoon andere keuzes. Ja, nou ja, dat is mooi dat dat kan. Voordat we afsluiten, heb ik nog één vraag. Want jij begon met uiteen te zetten welke klanten jij wil helpen. Mensen die iets te betekenen hebben. Ik was wel nieuwsgierig waarom je juist dat toegevoegd hebt aan jouw business coaching. Wil je dat delen? Of, en dat wat ik toegevoegd heb, dat betekent. Dat je zegt, ik wil mensen helpen die iets te betekenen. Of die iets van een bedrijf van betekenis willen bouwen. Ja. Ja. Ja, ik hou gewoon heel erg van mensen die iets voor een ander willen betekenen. Ik denk dat het daar in het leven om draait. En ja, als ik zie nu, word ik natuurlijk zelf ook blij van het feit dat ik iets kan betekenen voor mijn klanten. Dus daarmee begint de drive van binnenuit. En ik denk dat dat gewoon een heel goed, nou, of misschien in mijn optiek wel, het vertrekpunt is van een succesvol bedrijf. Kijk, nou, dat is wel heel mooi. Maar ik dacht, ik moet dat toch eventjes nog. Nou, en bovendien heb jij natuurlijk indirect heel veel meer betekenis zelf. Dus dat in die zin is het wel. Ja, is het helemaal nou, dubbel mooi. Misschien wel 10 keer mooi. Hè? Dat is ja, echt een heel. Ja. Goed, ook gezien de tijd. De laatste vraag die ik altijd stel is: heb ik jou nou iets niet gevraagd wat ik je wel had moeten vragen? Waarvan je denkt, waarom heb je dat nou niet gevraagd? Heb je nog iets niet gevraagd? Nee, ik denk dat alles wel aan bod is gekomen. Ik heb ook niet iets dat ik denk, dit moet ik nu nog kwijt. Nee, nou precies. Nee, ik denk dat mijn boodschap is overgekomen. En ik hoop dat denk ik ook. Dat jouw volgers er iets aan hebben natuurlijk. Ja, dat denk ik zeker. Maar goed, ik kan moeilijk voor anderen praten. Maar ik hoop het ook, want dat is een van de doelstellingen die ik dan weer heb om die zin betekenis te geven. Heb je nog een laatste tip voor mensen? Dat je zegt, liefst dan over tools en techniek, maar het mag gewoon ook over je eigen ding gaan. Dat je denkt, dit wil ik nog even meegeven. Nee, over die tools en techniek, laat ze volgend zijn en niet leidend. Nou, dat is een hele mooie. Als er nou mensen kijken of luisteren die denken, die Nicolette, dat is iemand die ik moet hebben. Hoe kunnen ze jou dan bereiken? Nou, ze kunnen naar mijn website. Dat is een marketingmachine. Dus let op. Dat is www.inspirationfactory.nl. Daar staat een hele leuke weggever op. Dat is mijn e-book Kiezen is winnen. En dat e-book dat gaat over eerst die keuzes maken die echt bij jou passen. Wat voor soort concept jij wil neerzetten. En dat kun je op mijn website aanvragen. Kijk, ik zet die links in ieder geval onder of in ieder geval rondom deze video. Ja. Zodat iedereen het niet hoeft te noteren, maar het gewoon even kan aanklikken. En dan rest mij voor nu niks anders dan jou hartelijk te bedanken. Ik vond het een heel leuk gesprek. Ik hoop dat jij het ook leuk gevonden hebt. Ik vond het heel erg leuk. Ja, dankjewel nogmaals. Helemaal top. En dan nemen wij voor nu afscheid. En wie weet gaan we elkaar nog in levende lijven een keer zien. Ja, nou, dat zou ik hartstikke leuk vinden. Ja, ik ook. Voor nu, dankjewel en tot ziens. Oké, dag. Dag.